Welkom bij deze tutorial. In deze tutorial ga ik uitleggen hoe je een lettertype toevoegt aan de library. Dat is nodig als een lettertype niet standaard op elke computer aanwezig is. Dat kan gedaan worden door met de T op de tekstbox te drukken en dan op embed te drukken. Klik hier alleen aan wat je gebruikt. Dus uppercase de hoofdletters, lowercase de kleine letters en hier allerlei andere mogelijkheden. Druk op OK. Druk op F11 om te controleren of het in de library toegevoegd is. En hier staat het toegevoegd. Dit was de tutorial.